decision, because it was you know, like a silly to build much bigger stadium just for four games. Yeah, we were host here. So. En dus na de wedstrijd gaat hij weer terug. Na de wedstrijd halen ze die tribunes weg. En so we're gonna disassemble these two expansion stands. Yeah. One on the left, one on the right. You see. Oh, that's the other one. I was there, right on top, and it's perfect view to the field. Hier staan we op de grensovergang tussen Europa en Azië. Ja. Het is de natuurlijke grens van het Oeralgebergte, dus geen officiële grens natuurlijk. Dat zijn de sterke. Huskies, one eye is blue, one eye is brown. Yeah, this one is. Oh, that's cute. It's normal, yeah. That's very cute. Waarom aan de kant? Ja, dat soort van. In de front. Mama, de vrouwtjes zijn sterk. Have our own social relations within. In the group. The group mixed together. In welke gelijk? Sometimes we are jealousy, sometimes fight for females or whatever. Yeah. We zijn nu op een sleehondentocht en moet je zien hoe vet het is. Koud, koud en die honden. En daar voor ons ligt mijn vader. En soms moet je poepen en dan zie je echt het kontje omlaag, zie je ze huppelen. Dus echt, dit is gewoon zo cool om te zien. Dan rennen ze, maar op dit moment gaan ze niet zo snel. Ze zijn een beetje ongeduldig, dus ze gaan niet zo... Ze kunnen dus hier niet zo snel. Je moet ze een beetje inhouden. We gaan even bij de honden kijken, jongens, die krijgen zo eten. We gaan kijken naar de honden, laat niet nog. We call it pasjonka. It's like snow on the surface. Pasjonka. So we drive more carefully. You see, it's just I'm making all these turns very steady. Slowly, step by step. Hallo beste kijkers, we zitten hier nu in het oudste flatgebouw van Jekaterinburg. Maar het is niet zomaar een flatgebouw. Dit werd in 1930 neergezet. En het was als bunker. En voor de Soviet Army. En ze hadden ook geen keukens in de dingen. We moesten allemaal naar de kantine. En het is echt zo oud. Je ziet het. Hier is een lekkage of een brand of zoiets geweest. Overal schimmel. En weet je wat ik zo ga? Echt heel oud, dus ik loop liever door. Maar waarom? Oh, correctie. Dit is geen bunker. En het is gewoon verbouwd voor de gewone burgers van Rusland. En ze gingen gewoon met z'n allen bij in de kantine, in gaarkeuken, gingen ze met z'n allen eten. Dus oud en waarschijnlijk was het niet zo. Exclusief gebouwd voor ja, rijkere mensen. Dat denk ik ook. Maar zie je het verschil van de muur en de deur? Oh, daar zie je het heel goed. Van al die rijke deur. Stokoude muren. Daar komt Heidi samen met Nick.
Oh,